dus een beetje een rare, ja, heeft een beetje een rare plattegrond, laat maar zeggen. Want de buurman onder ons heeft dus een kamertje op de, helemaal op de bovenverdieping naast ons. Maar ik ging dus door mijn ASMR spulletjes en toen zag ik dit liggen. Dit doosje van Lego. Als we bij de waterval kijken, dan zien we bovenaan de waterval
eigenlijk zou in moeten kunnen schatten hoe groot het hele bouwwerk is. En als we dan naar de zijkant gaan, dan zien we dus Lego en Friends. We zien de twee vriendinnetjes met het eekhoorn. Die hebben ze bij zijn nek wel gepakt. En op de achtergrond zie je een scootertje staan met het boompje. En dat boompje bestaat uit 1, 2, 3, 4 Lego blokjes. Haast als een soort van kerstboom die je op kunt zetten. Tenminste, de kunstkerstboom die wij altijd hebben thuis, die is ook in verschillende gedeeltes op te bouwen. Je hebt A, B en C. Nou, op de achtergrond dan zie je dus dat tafereeltje wat ik net al uitlegde. En dat is het een beetje, denk ik. Is het alles wat op zo'n doosje staat? Kijk, want hier staat dan weer 0 tot 3 jaar verboden. Misschien is het dan anders. Dan denk ik dat het als volgt is. Ik denk dat 0 tot 3 jaar, dat is verboden om met Lego te spelen. Omdat het dan niet veilig is. En dat plus 5, dat is misschien de moeilijkheidsgraad van de Lego. Ik denk dat dat het is. En deze Lego, of dit Lego bouwpakketje, is houdbaar.
eigenlijk wel heel erg over.